Oh, wow. Dit is iets nieuws voor mij. Ik ben Marijn Alons, fotograaf en ondernemer. En in deze video ga ik van 3 verschillende fotografen tulpenfoto's beoordelen. De eerste foto die ik vandaag ga reviewen is de foto van Jeroen van Eerden. Ik zie hier een eenzame tulp in een tulpenveld. En ik denk dat de foto ook 's avonds is gemaakt. Ik zie namelijk geen dauw meer op de foto, op de tulp. En wel een zacht oranje zonnetje en een heldere blauwe lucht. Ja, wat ik zie is een centrale compositie. Vind ik eigenlijk best wel fijn kijken bij deze foto. We willen vaak iets op 1/3 hebben staan of een mooi lijnenspel, maar bij het fotograferen van tulpen is dat gewoon best wel lastig. En Jeroen heeft hier gekozen voor een centrale compositie en dat werkt naar mijn idee best wel fijn. Zelf had ik misschien een iets lager standpunt gekozen waardoor de tulp boven de horizon zou uitsteken en daardoor springt de tulp nog meer uit de achtergrond. Als ik goed naar deze foto kijk, dan zie ik dat Jeroen een vrij groot diafragma heeft gebruikt. Dus een klein getal, f1.8, f2.8 bijvoorbeeld. En dat de scherpte echt perfect op het voorste puntje van het blad ligt. Dat vind ik heel fijn kijken. Misschien had het diafragma nog iets kleiner gekund, waardoor de andere blaadjes ook scherp zouden zijn. Maar dat is een smaakkwestie. En al met al vind ik het een hele mooie zachte foto. Oh, wow, dit is iets nieuws voor mij. Ook weer van Jeroen van Eerden. En ik zie gelijk dat hij een bepaalde stijl van edit heeft. Mooi zacht, toch wel verzadigd, verzadigde kleuren. Ja, dat zie je bijvoorbeeld bij de roze tulpen, de groene bladeren, blauw in de lucht, in de hoeken. Ja, ik hou daar echt van. En wat ik mooi vind bij deze foto is dat de lijn echt perfect naar het centrum van de foto gaat. En daardoor trek je eigenlijk als fotograaf de kijker echt mee in het beeld. En je ziet ook de lijnen van de tulpen deze kant op gaan. Al met al heel goed uitgevoerd. Ik zie ook dat Jeroen de voorgrond wat donkerder heeft gemaakt. Daardoor ligt de focus nog wat meer op het centrum van de foto. En ja, dat werkt bij deze foto gewoon heel erg goed. Samengevat, mooi laag standpunt, fijne kleuren, goede compositie. Ik zou hier helemaal blij mee zijn. De derde foto van Jeroen van Eerden die ik ga reviewen is toch wel weer een uniek beeld. Focus ligt natuurlijk op deze tulp. Maar de andere tulpen die je hier in beeld ziet, die doen ook echt wel mee in de compositie. En die trekken het beeld van de kijker ook weer, in dit geval gelijkwaardig, naar het centrum van het beeld. Wat ik bij deze foto iets minder mooi vind, en hij wijkt ook iets af van die andere 2 foto's van Jeroen, is de verzadiging. Ik vind het toch echt wel over de top. Had van mij iets minder gekund, ook omdat het dan een wat mooiere serie zou zijn. Dan weet ik natuurlijk niet of Jeroen deze foto's in een serie heeft geplaatst. Maar ik kan me voorstellen dat je daarin 1 lijn wil trekken. Als ik deze 3 foto's van Jeroen bekijk, dan zie ik daarin een hele mooie lijn qua editen. Een belangrijk onderdeel voor mij ook in mijn fotografie en voor heel veel landschapsfotografen is dat natuurlijk een belangrijk onderdeel van het eindresultaat. Jeroen heeft dat heel mooi gedaan, naar mijn smaak, mooie zachte beelden. Geen echte zwartpunten, ook geen echte witpunten en dat maakt het toch echt wel tot een dromerig geheel. En dat, daar hou ik wel van bij de tulpenfoto's. Mooiste beeld voor mij is de 2e foto. Echt een uniek beeld, mooie lijnen. En ik denk dat Jeroen zelf nog veel meer mooie foto's heeft van de tulpen. De volgende foto die we gaan bekijken is een foto van Marcel Dekker. Een dronefoto, dat is natuurlijk het eerste wat direct opvalt. Hele mooie kleuren, mooie verschillende tulpen langs elkaar. Tulpen nog net niet helemaal in bloei, dat zie je bijvoorbeeld hier aan de groene lijnen. Ik vind het juist wel heel erg mooi. Als het veld echt vol in kleur stond, dan was het een heel ander beeld geweest. Ik hou hier wel van. Het is een foto in een wat ander formaat. Niet 2x3 zoals we meestal gewend zijn, maar ik denk 16x9. En dat werkt in dit geval heel erg goed. Wat mij wel direct opvalt is dat de foto een klein beetje scheef staat. En dat zie je bijvoorbeeld, ik pak even een penseel erbij, hier aan de zijkant. Je ziet die lijn net een beetje schuin lopen. Bij zo'n foto als dit valt het heel erg op. Die bolle velden zijn natuurlijk op navigatie in kaarsrechte lijnen gepoot. Als je dan met je drone een klein beetje scheef boven het veld hangt of een klein beetje scheef uitsnijdt, dan is dat het eerste wat het oog ziet.
We gaan even proberen om hem recht te zetten. Dan pak ik nu een verhouding van 16 bij 9. Nou, dan zie je inderdaad dat het een foto bij 16 bij 9 is, een kleine panorama. Het werkt heel mooi. Maar als we hem iets gaan draaien, dan hoeft echt maar, het is nog niet eens een graden. En dan zie je dat die uitsnede gewoon net wat fijner werkt. Dus dat is een tip voor Marcel. Kijk nog eens goed naar de lijnen. En als het toch net niet helemaal recht loopt, dan kun je dat prima uitsnijden met Lightroom of Photoshop. Al met al een heel mooi beeld. Ja, heeft mij ook wel geïnspireerd voor dit jaar. Ik ga ook vaker met de drone op pad. Want ik hou hier wel van. Kijken we naar het volgende beeld van Marcel Dekker. En wat mij eigenlijk gelijk opvalt is ook weer een andere verhouding dan 2:3. In dit geval een 4:5 uitsnede. Dus ik denk dat Marcel daar heel erg mee aan het spelen is om een interessant beeld te maken. En dat heeft bij deze foto heel goed gewerkt. Je ziet dat dit beeld 's ochtends is gemaakt. Je ziet nog de dauwdruppels op de tulp waar de scherpte op ligt. Slim. 'S ochtends is er vaak wat minder wind in de lente. Het zijn koude nachten en daardoor ontstaat de dauw op de tulpen. En dat werkt echt heel mooi als extra onderwerp in je foto. Wat ik heel mooi vind aan deze foto is dat Marcel ervoor heeft gekozen om de tulp die net boven het veld uitsteekt, om die in beeld te brengen. En daardoor knalt die echt uit de achtergrond. Nou, wat er natuurlijk versterkend bij werkt is het grote diafragma wat Marcel heeft gebruikt. Als ik toch een klein puntje van aandacht mag geven, is de overbelichte vlek op het blad van de tulp. Misschien dat Marcel die met een klein beetje nabewerking in Lightroom of Photoshop of een ander programma nog wat terug had kunnen dringen. Had voor mij het beeld echt helemaal afgemaakt. Dan gaan we kijken naar de volgende foto die Marcel heeft ingestuurd. Hey, dat is eigenlijk bijna dezelfde foto. Dus even kijken waarom Marcel deze heeft ingestuurd. Ja, wat mij natuurlijk opvalt is die lichte vlek, maar daar hebben we het net over gehad. Dus daar hoeven we het niet meer over te hebben. Het volgende is dat dit een andere uitsnede is. Dit is een 4:5 en dit is een 2:3 uitsnede. En dat deze foto met een wat kleiner diafragma is gemaakt, waardoor er iets minder onscherpte in de voorgrond zit. Dat is wel mooi om even naast elkaar te leggen. Voor mij werkt de foto met grotere diafragma mooier, omdat de focus dan veel meer op die eenzame tulp ligt. En bij de foto waar we nu naar kijken, zie je toch dat die tulpen in de voorgrond ook wat scherpte meepakken, waardoor het eigenlijk een beetje een rommelig geheel wordt. Helemaal omdat het allemaal dezelfde kleuren zijn. Dus in dit geval zou ik ervoor kiezen om deze foto met de wereld te delen. En de andere foto lekker voor jezelf te houden en mee te spelen met het bewerken. Al met al, als ik alleen deze foto had gemaakt in plaats van beide foto's, dan was ik er nog steeds heel erg blij mee geweest. Omdat het gewoon een heel mooi zacht beeld is. Als ik naar de serie van Marcel Dekker kijk, dan ben ik eigenlijk wel blij verrast over de dronefoto's. Vind ik echt een hele gave foto. Ik ga er zelf ook mee aan de slag. Het tulpenseizoen gaat bijna van start. En ik ga zeker mijn drone meenemen bij het fotograferen van de tulpenvelden. De volgende foto die we gaan bekijken is de foto van Anne. Verrassende foto. Foto gemaakt met een zogenaamde lensbal. Daar kun je hele toffe dingen mee maken. We zien ook veel bij straatfotografie. Omdat die reflecties in de bal gewoon heel fijn werken. Wordt veel bij op straat gebruikt. Omdat de lijnen in de bal reflecteren. En dat is natuurlijk ook het geval bij een tulpenveld. Anne heeft mooi de scherpte in de bal gelegd en niet op de tulpen eromheen. Dus daardoor trek je de kijker eigenlijk echt mee in het onderwerp, in dit geval de lensbal. En wat ik leuk vind aan deze foto is dat de bal ook echt gewoon perfect op de regel van derde staat. Maar dat er toch op het andere regel van derde punt ook iets gebeurt in de onscherpte. Ik denk als het hier leeg was geweest, dat het een vrij platte foto was geweest. Mooi gedaan. Wat mij ook opvalt is het zonnesterretje in de bal. Nou, je ziet dus dat deze foto overdag is gemaakt met hard licht. Misschien was het mooier geweest als Anne 's avonds nog een keer naar dit veld was teruggegaan om de foto met een zacht ondergaand zonnetje te maken.
Ik weet niet helemaal waar de zon was ondergegaan, dus dat is wel lastig. Maar over het algemeen heb je dan ja, mooier licht. En licht is heel erg bepalend voor landschapsfotografie. Dus al met al een leuk beeld. Maar was die misschien 's avonds nog wel mooier geweest dan dat hij nu is. De tweede foto van Anne. En dit is wel een knaller. Echt rood met gele tulpen. Nou, dat is natuurlijk, springt heel erg in het oog. Ja, ik zie dat de foto mooi scherp is. Mooie verzadiging in het rood, maar ook in het geel. Ja, het is wel wat gepusht, maar voor mij niet te extreem. Ja, zit net op het randje. En ik denk dat Anne dat in de nabewerking ja, heel goed heeft gedaan. Wat mij opvalt bij deze foto zijn de auto's linksboven in beeld. En wat ik zelf altijd probeer te doen bij het fotograferen van landschappen is om niet alleen naar het onderwerp te kijken, dus in dit geval de tulpen, maar ook heel bewust te kijken naar wat je buiten beeld laat. Ik kan mijn landschappen fotograferen met een 24 mm lens, maar ik kan er ook voor kiezen om 26 mm te gebruiken en daardoor net het lijntje buiten beeld te houden. Kun je natuurlijk ook in je nabewerking doen, een stukje uitsnijden en de auto's waren niet meer storend aanwezig. Dus ik zou hem in dit geval, zet ik hem even op verhouding 2:3, net iets krapper uitsnijden. En als we dan toch bezig zijn, dan gaat je logo Anne, sorry, had ik gelijk de foto ook recht gezet. Viel mij wel heel erg op dat de horizon in dit geval ook een beetje scheef was. Waar ik wel benieuwd naar was geweest is als Anne de tulpen niet van de zijkant had gefotografeerd, zoals je nu ziet. Maar dat Anne het pad was gevolgd of misschien wel aan de andere kant was gaan staan. En de tulpenlijnen zo had laten lopen. Ik zie hier namelijk een kleine golf in beeld. En ik ben wel heel benieuwd hoe het beeld zou zijn geweest als dat zo was. Maar tegelijkertijd kunnen we natuurlijk niet zien wat er buiten beeld zit. En het kan best wel zijn dat hier een windmolen stond of dat er een boerderij in de weg stond. Of in dit geval de auto's linksbovenin, waardoor dat niet kon. Dan gaan we kijken naar de derde foto van Anne. Een heel kleurrijk beeld. Nou, wel een beetje een vergelijkbare stijl als de vorige twee beelden. Ook wel weer overdag genomen. Maar in dit geval toch ook wel een zacht beeld geworden. Wat ik hier zie is groot vlak oranje tulpen, klein vlak roze tulpen. En waar mijn oog gelijk naartoe gaat is de horizon met de windmolens en de boerderijen. In dit geval had ik misschien iets verder naar rechts gekaderd, waardoor de boerderijen mooi op 2/3 van het beeld zouden liggen. Dus in dit geval zo. En dan was het geheel denk ik iets meer in balans geweest. Maar zoals ik net zei, je weet natuurlijk niet wat er buiten beeld is gelaten. Een hele kleurrijke foto. Fijne edit. Wel aardig gepusht in de oranje en de roze tinten. Maar ik denk dat de tulpen dat goed kunnen hebben. Als ik naar de drie foto's van Anne kijk, en dat had ik zelf niet vooraf verwacht, vind ik de foto van de lens wel echt wel het tofste. Je ziet dat er aandacht aan is besteed en dat Anne lekker heeft gespeeld met elementen die er op dat moment waren. Lensbal is scherp, fijne compositie en ik kan echt wel langer naar dit beeld kijken. Mijn tip voor Anne is, ga ook een keer 's avonds naar de tulpen of juist 's ochtends vroeg. Omdat het licht dan gewoon wat mooier is. En als je dan de mooie plekken weet te vinden, ja, dan maak je echt foto's die nog mooier zijn dan dat ze nu zijn. Samenvattend hebben we heel veel verschillende tulpenfoto's gezien. En dat vind ik ook echt wel het leuke aan het fotograferen van de tulpenvelden. Je kan het op je eigen manier doen en je kan het op verschillende manieren doen. In verschillende condities en niks is goed of fout. Dus ga er vooral op uit, heb plezier en geniet van het mooie moment. Wil je nou meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van Camera Nu.